We gaan kijken naar de celcyclus. Cellen die delen gaan een bepaalde cyclus door. Eén cel deelt zich in tweeën en één van die twee blijft een delende cel en de andere cel kan zich kan stoppen en kan de G0 fase ingaan en dan lange tijd niet meer delen. We kijken naar de celcyclus en we beginnen bij dit gedeelte, dat is de G1 fase. De G1 fase is een cel in wanneer die net de celdeling heeft doorgemaakt, die mitose. Er is stofwisseling, dat betekent dat de cel leeft, er celprocessen plaatsvinden en de cel groeit. Hij is tenslotte net gedeeld, dus is die de helft kleiner geworden, dus hij moet groeien. De volgende fase is de S-fase. De S staat voor DNA-synthese, dus het DNA wordt gerepliceerd. Dat betekent het DNA in de cel wordt verdubbeld, want dat is nodig als die straks weer gaat delen. Dan moet ik het DNA dus halveren, dus moet ik het eerst kopiëren. Maar voordat dat gebeurt is er nog de G2-fase. Er is stofwisseling, ook al celgroei, de cel wordt wat groter, en synthese van membranen en andere organellen, zodat die dadelijk ook verdeeld kunnen worden. Als dat allemaal goed gegaan is, komt een cel terecht in de M-fase, de mitose, de celdeling. Cellen die lange tijd niet delen, komen terecht in de G0-fase. Er is nog een aantal momenten dat gekeken wordt of alle processen goed gaan, zodat er geen cellen delen waar een foutje aan zit. Bijvoorbeeld in de G1-fase is er een go-no-go moment en daar wordt gekeken of de gunstige omstandigheden zijn om DNA-replicatie te beginnen, of er voldoende stoffen zijn om het DNA te verdubbelen. Als dat gebeurd is, vindt er in de G2-fase nog een check plaats. Is het DNA verdubbeld, de omstreving gunstig, dan pas kan mitose beginnen. Maar zelfs tijdens de mitose is er, tijdens de metafase, een van de fasen tijdens de mitose, is er nog de check of alle chromosomen goed bevestigd zijn aan de kernspoel. En als dat zo is, dan vindt de daadwerkelijke mitose, dus de celdeling, plaats. In de G1-fase bestaat elk chromosoom, in een menselijke cel zijn dat er 46, uit één draad DNA. Dus 46 chromosomen en 46 van die draden DNA, 46 chromatiden. Aan het einde van de S-fase is het DNA verdubbeld en bestaat elk chromosoom uit twee van die draden. Dus in totaal 92 chromatiden bij de mens. Dan komt de G2-fase en daarna vindt de mitose plaats. En dat is de fase waarin de chromosomen zich gaan spiraliseren. Ze rollen zich een heel aantal keren op, zodanig dat ze zelfs met een lichtmicroscoop te zien zijn. En dan vindt de celdeling plaats. Het repliceren van het DNA, dat gaat op de volgende manier. De twee strengen gaan van elkaar af. Dat lijkt wel op transcriptie. En aan elk van die oude strengen wordt een nieuwe streng opgebouwd. Net hadden we het al even over dat chromosoom dat zich oprolt. Je ziet hier de wenteltrap, de dubbele helix van de DNA-molecuul. Die wordt eerst om eiwitten gewikkeld en dan een heel aantal keren om zichzelf gewikkeld. En dan pas heeft hij deze stijf opgerolde vorm waarin je een chromosoom kunt herkennen. We gaan weer even terug naar 71D. Hier zie je dat ook het DNA uit elkaar gaat en je ziet de twee nieuwe strengen gemaakt worden. Er staat nog wat bij, zoals Okazaki-fragmenten, maar dat is iets dat je mag laten rusten tot in V6. En op examens en dus ook tentamens kom je vaak andere plaatjes tegen. Dus hier een ander plaatje uit de BINAS waar je ook ziet dat de twee strengen uit elkaar gaan en dat de nucleotiden gekoppeld worden. We gaan kijken naar de eigenlijke celdeling, de mitose.
twee plaatjes naast elkaar. We gaan kijken naar de interfase. En tijdens de interfase zijn de chromosomen niet gespiraliseerd. En dat is wat je dan ziet. Er is een centriole. Het is een kernmembraan, maar de chromosomen zie je niet. De eerste stap in de celdeling is de profase. In de profase desintegreert het celmembraan en de chromosomen spiraliseren. De centriolen hebben zich ook vermenigvuldigd. Daar zijn er twee van en die gaan naar beide polen van de cel. Tijdens de metafase van mitose liggen alle chromosomen naast elkaar in het metafasische vlak en er is een spoelfiguur ontstaan, trekdraden die vanuit de centriolen naar de centromeer, het eiwit in het midden van het chromosoom gaan. Tijdens de anafase worden de twee chromatiden uit elkaar getrokken. Je ziet ook al dat de cel gaat insnoeren. Tijdens de telofase zijn de chromosomen aangekomen aan de andere einde, allebei aan het einde van de cel. Er ontstaat weer een kernmembraan om de chromosomen heen. En je ziet dat de chromosomen nu bestaan uit één chromatide. Dan krijg je de cytokinese, het afsnoeren van de twee cellen, waardoor je dus twee dochtercellen krijgt. En dat is hier het geval en dan ben je aangekomen weer bij de interfase na mitose. Het gaat om een lichaamscel en een lichaamscel is 2N. De N betekent het aantal chromosomen dat in een geslachtscel zit en 2N betekent dus daar het dubbele van bij de mens 46. Een cel die ontstaan is na mitose is ook weer 2N. Dus ook 46 chromosomen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de hele lange 4.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.